Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van het COVID-journaal. Vandaag in de studio hebben we dokter Asin, die meer zal praten over de recente COVID-ontwikkelingen. Goedendag dokter Asin. Het is namelijk precies 2 jaar geweest dat COVID zijn intrede heeft gedaan in Suriname. Hoe heeft u deze periode tot nu toe ervaren? Het is ongekend wat we hebben meegemaakt. Niemand van ons heeft een pandemie van deze omvang ooit meegemaakt. Er zijn wel eerder pandemieën geweest. Maar deze was wel echt, heeft ons heel hard geslagen. Het is wel ook voorspeld jaren geleden. Maar het leek altijd ver van mijn bedshow. Mijn gedachten gaan eerst natuurlijk uit naar de 1320 mensen en hun familieleden. Die hun geliefden moeten missen. Er zijn ook in het buitenland veel van onze familieleden uit Suriname overleden. En dat is allemaal heel erg jammer en verdrietig. Zeker als we beseffen dat we nu wel een oplossing hebben om voor de meeste mensen het overlijden te voorkomen. Voor de rest is het heel erg jammer als we nu na 2 jaren COVID de lessen die we hadden moeten leren of hebben geleerd, als we die niet toepassen, om te voorkomen dat we weer in dezelfde situaties komen als waarin we de afgelopen 2 jaren hebben gezeten. Wereldwijd hebben we een vaccinatiegraad van ongeveer 40%. En in Suriname zijn bijkans 200.000 mensen niet gevaccineerd. Wat moet er gedaan worden om deze groep te mobiliseren om zich toch nog te laten vaccineren? Er is maar 40% van de wereldbevolking gevaccineerd. Dat is helaas te weinig. En het is ook nog eens heel erg oneerlijk verdeeld. Het zijn met name de rijkere landen en de rijkere mensen die de kans hebben gehad om zich te beschermen tegen COVID. Maar uiteindelijk zijn het vooral de armen en de ontwikkelingslanden waar er te weinig vaccin beschikbaar was of waar er heel veel twijfel gezaaid is, die zich niet voldoende beschermd hebben. Gelukkig waren wij een van de landen die wel veel donaties hebben ontvangen. We hebben veel doses geschonken gekregen uit de rijkere landen. Daar hebben we gelukkig veel mensen mee kunnen vaccineren, maar helaas is de helft van de bevolking nog niet, of meer dan de helft van de bevolking, nog niet voldoende overtuigd van de noodzaak zich te beschermen met een vaccin. En dus daar is nog wel een opgave om die mensen er wel van te overtuigen, want hoewel het nu heel rustig is en heel rustig lijkt en gelukkig we kunnen bijkomen van de afgelopen 5e golf, is het niet gezegd dat we voor altijd verlost zullen zijn van COVID. Sterker nog, COVID is here to stay. En het is heel goed mogelijk dat we later dit jaar toch wel weer te maken krijgen met een variant waar we ons zorgen over moeten maken. En dan zou het wel heel fijn zijn als we een hoog vaccinatiepercentage hebben. De gevolgen van een laag vaccinatiepercentage zien we ook nu aanstaande vrijdag. Als we voldoende dekking hadden, dan hoefden we ons wat minder zorgen te maken over grote feesten en georganiseerde feesten, maar dat kan nog niet. We kunnen niet zoals in Europa volle voetbalstadions en de clubs open. Want het vaccinatiepercentage van ons hier is te laag. De afgelopen 3 jaren waren er veel mutaties en varianten. En toch zijn mensen die gevaccineerd zijn ziek geworden. Wil dat dan zeggen dat we dan in de toekomst meer boostershots kunnen verwachten? Het is heel goed mogelijk dat er meer boosters nodig zijn. Het is overigens niet vreemd. We hebben elk jaar de griepprik. En we willen dat COVID de nieuwe griep wordt. Dus dat het is wel vervelend en er overlijden ook wel mensen aan. Maar het is niet zo dat we het hele maatschappelijk en sociaal en economisch leven daarvoor stil moeten zetten. Maar ook bij griep is er jaarlijks een booster nodig. Gelukkig alleen maar voor kwetsbaren, niet voor iedereen. Dus voor kwetsbaren, mensen die in de zorg werken of mensen die met veel mensen in contact komen. En het is heel goed mogelijk dat dat in de toekomst zo blijft, ook in het geval van COVID. U had in een eerdere aflevering van het journaal had u de 5e golf voorspeld. En het is inderdaad zo. Wat verwacht u van dit jaar? Gaan er meer varianten komen? Of? Ja, I hate to be the bearer of bad news. En inderdaad heeft iedereen me erop aangevallen dat ik in december al aan het roepen was dat er een 5e golf kwam. Maar je moet
Realistisch zijn. En je moet je voorbereiden voor het geval het dan uiteindelijk wel komt. En een gewaarschuwd mens stelt voor 2 jaar. En in dit geval, ja, het is heel goed mogelijk dat we later dit jaar weer een variant krijgen die nog besmettelijker is dan Omicron. En hopelijk niet gevaarlijker, dus ernstiger ziekmakend is dan Omicron, maar het is ook mogelijk. En dat is precies de reden waarom we nu ons gaan voorbereiden om de bevolking weerbaar te maken. Niet alleen met vaccinaties. Wat we na 2 jaar zien is dat het vooral de kwetsbaren zijn, de mensen met onderliggend lijden, die hard getroffen worden, die in het ziekenhuis terechtkomen of die zuurstof nodig hebben of erger nog intensive care of overlijden. En het vervelende in Suriname is dat 2/3 van de bevolking heeft onderliggend lijden, althans van de volwassen bevolking heeft onderliggend lijden, hoge bloeddruk, diabetes, overgewicht. En, maar 3/4 van die mensen weet het niet eens of ontkent het of negeert het. Dus in plaats van alleen maar te focussen op vaccineren, wat we de komende tijd gaan doen is ons focussen op gezond leven, mensen die onderliggend lijden hebben, om die adequaat te behandelen, zodat het onderliggend lijden onder controle is. Het verbeteren van de leefstijl, er komen healthy life officers, komen er jongeren die de gemeenschap in beweging gaan brengen en om gezond te gaan leven. En op die manier onze gemeenschap weerbaar te maken voor een volgende variant, voor een volgende golf of andere gezondheidscrisis. Dat grote delen van Europa en eigenlijk de rest van de wereld hebben COVID nu geclassificeerd als een normaal griepje. En in Suriname zelf beginnen we dat ook te doen. Maar gezien de laatste ontwikkelingen, hebben mensen het aan het rechte eind? Kijk, we hopen met z'n allen dat COVID een griepje wordt. Het is het nog niet. Hoewel het de laatste variant wel het karakter had van een griep. Heel veel mensen zijn ziek geworden, niet ernstig ziek geworden. En een aantal zijn in het ziekenhuis beland en een aantal zijn overleden. Dus dat kan je wel op het verkeerde been zetten van, hé, het is nu een griep, dus ik hoef me niet te vaccineren. Maar waarom we ons moeten laten vaccineren tegen COVID en niet tegen griep, is omdat we allemaal griep al hebben gehad. Maar we hebben niet allemaal COVID gehad. Dus COVID wordt pas een griep voor je wanneer je het gehad hebt en gevaccineerd bent. En iedereen die nog niet gevaccineerd is of het nog niet gehad heeft, voor die is COVID COVID en geen griep. COVID heeft namelijk een zware tol geëist van het verplegend personeel. Wat heeft u hieruit geleerd om dat in de toekomst beter te doen? Uiteindelijk heeft het verplegend personeel en de zorg in het algemeen het verschrikkelijk druk gehad, omdat er in een heel korte tijd heel veel mensen behoefte hadden aan een ziekenhuisopname of een intensive care bed, beademing. Of beademing thuis. En als we dan analyseren welke mensen dat dan vooral zijn, dan zijn dat de mensen met het onderliggend lijden. Dus de les nu naar de toekomst toe is om het onderliggend lijden te beperken. In het eerste is het belangrijk om het te herkennen bij mensen, want 3/4 van de mensen die onderliggend lijden heeft, die weet het nog niet eens of die negeert het. Dus we moeten het herkennen, erkennen, behandelen. En die mensen op het hart drukken dat ze zich moeten laten vaccineren. Daarmee verkleinen we het risico voor de groep die uiteindelijk in het ziekenhuis of op de intensive care belandt. Het klopt dat er een heel grote groep is die fluitend door een COVID-infectie heen gaat. Alleen weten we dat van tevoren nog niet. En die groep moeten we zo groot mogelijk maken door ze weerbaar te maken. Gezonde leefstijl, gezond eten, bewegen. Opgewicht, stoppen met roken, matig met alcohol, als je onderliggend lijden hebt, goed behandelen en natuurlijk, last but not least, vaccineren wanneer je nog niet gevaccineerd bent, boosteren wanneer je nog niet geboosterd bent. Doc, weet u toevallig hoeveel mensen zijn gevaccineerd in China? Want voor zo'n groot land gaan ze nu allemaal weer in lockdown. Wil dat zeggen dat wij alerter moeten zijn? De situatie in China is bijzonder op dit moment. Ze hebben een behoorlijk vaccinatiepercentage. We hebben ook een heel grote schenking gehad van China, Sinopharm. Dus de twijfel over vaccineren is daar niet eens zo verschrikkelijk groot. Maar ze hebben wel altijd een heel strikt beleid gehad. Dus het aantal mensen dat uiteindelijk een infectie heeft gehad is vrij laag. Of relatief laag. Het is een heel grote bevolking die ook vrij dicht op elkaar woont in de steden.
Dus ze hebben een verhoogd risico bij een variant als de Omicron variant. Ja, ze krijgen nu de Omicron variant en dan eigenlijk het zusje daarvan. Hè, want je hebt BA1, die is die we hier als eerste hebben gehad. En nu heb je BA2. Die heeft dezelfde eigenschappen als BA1, maar is ietsje anders. En daar raken de Chinezen nu op dit moment wel van in paniek. Dat wil niet zeggen dat wij ook in paniek moeten raken meteen. Omdat we weten dat de Omicron variant is. Omdat wij de Omicron variant hier al hebben gehad. Dus de paniek die je nu in China ziet, is de paniek die wij hier eind december, begin januari hebben gehad. En wij zitten aan de achterkant van de Omicron golf. En zij zitten aan de voorkant van de Omicron golf. We weten niet of we de BA... Althans, ik weet niet of de BA2 variant hier in Suriname is. Ik twijfel er overigens niet aan, omdat... het in Nederland al de dominante variant is en er is vrij verkeer tussen Nederland en Suriname. Dus het is heel goed mogelijk dat we de BA2 variant hier ook al hebben. Maar wat we zien op dit moment, en ik denk dat we daar ook vooral op moeten afgaan, is dat het stabiliseert. Het lijkt erop dat we wat de Omicron variant, BA1 of BA2, behoorlijk onder controle hebben. We moeten natuurlijk wel met argus ogen kijken naar wat er gebeurt dit weekend. Pagwa. Ik denk wel dat je kan feesten, want het virus waart niet zodanig rond dat je niet met elkaar een leuke tijd kan hebben, een gezellige tijd kan hebben, maar dan wel vooral in de huiselijke sfeer en in kleine groepen en liefst ook waar je van tevoren van elkaar weet dat je het niet hebt. En dat is niet het geval bij grote georganiseerde feesten, dus daarom heeft het OMT wel geadviseerd om dat niet te doen. Hoe ziet het werk van het NCT er nu uit? We gaan dus nu een nieuwe fase in waar de focus nu tot nu toe lag op vaccineren en om voorbereid te zijn op een volgende golf en de paniek die er komt met de golf, is dat nu niet zo. We hebben niet een golf die eraan komt, er is niet een variant waar we op dit moment bang voor zijn. En dat betekent dat we de afgelopen weken tijd hebben gehad om te evalueren wat is goed gegaan, wat kan beter en wat moeten we naar de toekomst toe doen. En wat wij dus nu menen is dat we in plaats van de focus op het vaccineren, we meer de focus gaan leggen op het gezond leven en de kwetsbaren weerbaar maken door gezond te leven en te behandelen en indien nodig nog te vaccineren. En dat gaan we niet meer doen op vaccinatiesites, maar we gaan de rayons in, de rayons van de RGD en samen met de huisartsen, de RGD-artsen, de scholen, de buurtorganisaties en ook de DC, DR-leden, RR-leden uiteraard. En andere belanghebbenden in de buurten, de resorten en de districten, gaan we samen zitten en kijken hoe we die gemeenschappen kunnen beschermen tegen een volgende golf, wanneer er een volgende golf komt. En het andere wat we gaan doen is aandacht besteden aan wat we allemaal kwijt zijn geraakt de afgelopen 2 jaren. Want de afgelopen 2 jaren zijn niet niks geweest. Veel mensen zijn in geestelijke problemen gekomen, zijn depressief geraakt, angst, alle hoop verloren. En daar moeten we aandacht aan besteden. Dus dat gaan we ook zeker doen met de teams die we in het veld insturen. Er zijn ook veel maatschappelijke problemen, zoals armoede en andere problemen in buurt en de maatschappelijke veiligheid. Ook dat gaan we proberen in kaart te brengen, zodat we goed in beeld hebben hoe we de hele samenleving niet alleen met vaccineren, maar met verschillende interventies weerbaar kunnen maken voor de volgende crisis. Wat voor boodschap heeft u voor de kijkers thuis in verband met Pagwa? Ja, Pagwa is de lente, het is een feest van hoop, maar ik vind ook van verbroedering. Als er iets is wat me enorm teleurgesteld heeft deze 2 jaren, is dat een gemeenschappelijke vijand die we toch eigenlijk hebben, pro of tegen vaccineren, dat die ons wel zo verdeeld heeft. Ik vind het ongekend hoe onze gemeenschap, zelfs in mijn eigen vriendengroep, er een tweespalt is gekomen tussen believers en non-believers. En waar je denkt dat je, wanneer je zo'n grote vijand hebt, je verenigt. En dat het je juist bij elkaar brengt, heeft het ons uit elkaar gebracht. Dus ik hoop, en het is mooi dat het nu samenvalt met 2 jaar COVID, rustige periode, het is onder controle. En we kunnen weer met de open blik naar de toekomst kijken. Dat dat ook betekent dat we het Pagwa-feest gebruiken om het nieuwe leven weer samen als broeders en zusters te starten. Oké, bedankt Doc voor uw komst naar de studio.
Dat was het dan voor vandaag in het COVID-journaal. Namens de minister van Volksgezondheid wensen wij u allemaal een soepholie toe. Tot de volgende keer.